Goedemorgen, dokter De Vroei. Goedemorgen. We hebben het vanochtend over dat evenwichtsorgaan. Maar wat is dat nu precies en waar zit het ergens? Wel, eigenlijk als je het bekijkt, zit het in je hoofd, achter je twee oren. Zitten eigenlijk drie halfcirkelvormige kanaaltjes. Ja? En dat is eigenlijk zo'n soort waterpas die in de drie richtingen, naar voor, achter, links, rechts, omhoog, omlaag, meet hoe dat je hoofd, of in welke positie je hoofd staat. En dus als die geen goede signalen doorgeeft, of andere signalen doorgeeft dan dat je ogen waarnemen, op dat moment krijg je een gevoel van duizeligheid. Je hebt dat 15 jaar lang gehad. Wat voelde jij precies als je zo'n stoornis of als je zoiets had, Tanja? Eigenlijk een aanval kwam uit het niets. Hè. Dus ik kon gewoon iets met de auto rijden. Bijvoorbeeld, ik kwam op een kruispunt en gewoon een knikje met mijn hoofd, een positieverandering, gaf dus wat meneer De Vroei hier net uitlegt, een aanval van duizeligheid. Dus heel hevige vertigo, alsof iemand je hoofd achteruit trekt, het plafond van de vloer niet meer kunnen onderscheiden. Braken natuurlijk en urenlang en dagenlang nadien misselijk. Amai, dus dat duurde eigenlijk echt lang? Nee, de aanval op zich duurt nauwelijks een half minuutje. Dus is heel kort, heel heftig, maar nadien kan je heel lang misselijk blijven. En natuurlijk, telkens als je je hoofd beweegt, komt er zo'n nieuwe aanval, dus er kunnen er wel meerdere op een dag gebeuren. Dan durf je op den duur niet meer bewegen, denk ik. Je zal wat stokstijf blijven liggen, wat dat eigenlijk niet zo goed was, want eigenlijk moet je die kristalletjes net weer op zijn plaats brengen. Ah, oké. En hoe krijg je dat? Dat is eigenlijk niet zo goed gekend. Men heeft een aantal oorzaken, dus een virus in het binnenoor, dat er als een griepje uitziet, of een val op het hoofd, of degeneratie van het binnenoor bij het ouder worden, maar dat kon je moeilijk zeggen bij mij. Dus ik heb een vermoeden van, ik ben ooit eens op mijn hoofd gevallen, maar ik weet niet of het dat was of ik een virus heb gehad. Mm-hmm. Het heeft blijkbaar lang geduurd voor men echt wist wat er aan de hand was, hè, bij jou. Het heeft heel lang geduurd, dus ik heb 14 jaar een verkeerde diagnose gehad. Ik had de diagnose ziekte van Meniere, maar bleek jaar na die onderzoeken dat het dat niet was, want mijn gehoor ging niet achteruit, wat kenmerkend is daarvoor. En pas na 14 jaar kreeg ik de diagnose BPPV. Ja, en dat is geresulteerd in een operatie. Ja, dat heeft dan nog een jaar geduurd. Want normaal sturen ze je naar de kinesist voor een manoeuvre om je kristalletjes te bevrijden, noemen ze dat. Maar dat hielp niet bij mij, omdat ik een zeer hardnekkige patiënt was. Is een zeer hardnekkige geval. Je zegt het zelf, hè? Ja. Dus 15 jaar later was ik dan 38 en hebben ze een plug in mijn binnenoor gestoken. Dus in een van die kanaaltjes. Zodanig dat ze dat stukje, wat het meest gevoelig was, hebben uitgeschakeld. En de rest van het evenwichtsorgaan en dat andere nemen eigenlijk de taak over. En dat was een operatie die niet zonder risico's was, hè? Nee, want ze kunnen wel bijvoorbeeld je gehoorzenuw raken, zodat je doof wordt aan dat oor. Of nog erger, wat voor mij nog erger was, dat wist ik toen gelukkig niet, je aangezichtszenuw. En dan gaat natuurlijk de helft van je gezicht verlammen. Ja, ja. Dus had ik dat geweten, dan had ik wel twee keer getwijfeld van zal ik dat wel laten doen. Maar ik wist het niet, ik wist alleen van het gehoor. Dus dat vond ik zo erg niet om aan één oor niet te horen, had ik liever van genezen te zijn van die evenwichtstoornis. Gelukkig is het fantastisch gelukt. Het is heel goed gelukt. Maar je hebt er wel 15 jaar lang mee rondgelopen. Ja, hè? Ja. Je ziet er niet ziek uit. Nee, dat zei ook iedereen tegen mij. Zo van, ja, maar je ziet toch niks en waar heb je dan pijn? Dan moest ik altijd zeggen, maar ik heb ook geen pijn, maar ik ben alleen doodziek. Ik kan niet op mijn benen staan, ik kan niet zitten, ik kan niet stappen, ik moet braken. Maar ja, het enige wat de mensen nadien zagen van uw ogen staan wat dronken. En dat was het enige wat ze zagen aan mij. Ja, heb je nu nog na die tijd, na die operatie nog last? Nee, ik ben 10 jaar genezen nu. Ik heb serieus? Niks last meer. Ja, ja, dat is fantastisch. Dus je kan nu over hobbelige wegen rijden, in pretparken overal ingaan. Ja, ik ben 2 weken geleden met mijn dochter naar een pretpark geweest, met veel plezier. Dus ik heb er wel 10 jaar op gewacht. En ik heb in 2015 ook Parijs-Roubaix gereden. Amai. Dus daar wordt je behoorlijk door elkaar geschud, maar dat is zonder problemen is dat gelukt. En volgend jaar doe ik hem opnieuw. Ja. Je hebt heel je levensverhaal in een boek geschreven. Het lijkt een kinderboek, Wankele Wilma, maar het is geen kinderboek. Het is een boek voor jong en oud, een het doeboek. Het is een kuifjesconcept, hè, van 9 tot 99 jaar in plaats van 7 tot 70. 70 jaar en het zit vol met weetjes en laboproefjes. En het is op een speelse manier, is het voor een breed publiek en dan gaat het eigenlijk over het zintuig evenwicht. Dus het gaat niet gewoon over de stoornissen, maar echt van hoe leuk is het als uw evenwicht werkt. En dan gaan we eigenlijk op ontdekkingsreis van waarvoor je dat allemaal nodig hebt. Voor dagdagelijkse taken, voor spelletjes. En gaandeweg leg ik dan ook wel mijn eigen verhaal uit. En leg ik uit van oei, wat gebeurt er als het niet werkt? Ja, daar sta je niet bij stil als dat allemaal
helemaal goed. Dus je staat er pas bij stil als het niet werkt. En het is de bedoeling om een breed publiek te sensibiliseren. Juffen en meesters die op school over het gehoor praten, dat ze het ook even over evenwicht willen hebben, enzovoort. En dat mensen de dag dat het niet meer werkt, via dit boekje de weg vinden van, ach, oei, ik moet opletten, misschien heb ik wel die of die ziekte, en dat ze dan verder gaan kijken. Voilà. Dat is de bedoeling van dat boek. Een fantastisch boek. Wankele Wilma neemt je mee naar Disneyland, is de ondertitel. Werd geschreven door Tanja Stadsbader. We hebben het vanochtend ook met dokter De Vroei over evenwichtstoornissen. Zit de oorzaak van zo'n duizeligheid, zit dat altijd in het middenoor? Wel, heel vaak zit het in het middenoor. Bijvoorbeeld als je gehoord of je evenwichtszenuw ontstoken is, dat kan zijn dat die ontsteekt door inderdaad zo'n virale infectie. Dan kan je ook heel duizelig gaan worden. Andere oorzaken zijn bijvoorbeeld als die vloeistof die in die halfcirkelvormige kanalen zit, als die te veel druk heeft bijvoorbeeld, ja, dan ga je ook duizelig worden. Typisch voorbeeld is de ziekte van Meniere, waarbij dat je dus niet alleen duizeligheid krijgt, maar ook gehoorsvermindering, oorzuizen. En het is een beetje hetzelfde eigenlijk dan? Wel, ja, nee, het is allemaal wel verschillend. Ja. En bij die BPPV is typisch natuurlijk dat het voorkomt omdat je in een bepaalde positie gaat staan of zitten met je hoofd en dat het dan eigenlijk pas optreedt. Ja. En dat het kortdurig is, maar natuurlijk de gevolgen, de misselijkheid, die kan langer blijven duren. Maar je hebt tal van oorzaken die niet in je hoofd zitten. Gaande van hyperventilatie, mensen die te snel ademen. Dat kan natuurlijk in een aanval zijn, maar kan ook een soort chronische hyperventilatie zijn. Mensen die te zenuwachtig zijn, te snel praten en daardoor ook duizelig worden. Herinner u, als je bijvoorbeeld moet een matras opblazen. Ah ja. Herinner u? Ja, nu hebben we voetpompjes allemaal, maar vroeger, als je die dan opblies zonder pompje, ja, dan moest je heel veel ademen en dan werd je daar duizelig van. Ah, dat is waar. Weet je wat ik ook vaak voor heb, is snel recht staan en dan ineens, oh. Ah, ja, maar dat is typisch voor oudere mensen. Nee. Dank u. Oei, ik heb op je tenen getrapt. Zeer erg. Maar dat is typisch, als je 80 jaar gaat zijn, dan ga je daar last van hebben. Ja. Daarmee bedoel ik, je gaat uit je bed komen 's morgens en je gaat echt 5 minuten moeten op de rand blijven zitten, omdat inderdaad je bloeddruk 's morgens heel laag is en als je dan nog opstaat, ja, dan gaat die nog zakken. Dus dat is eigenlijk met de bloeddruk een te maken, extreme wel. Bloeddrukval, omdat je de hele nacht plat gelegen hebt in je bed. En dat is ook een van de redenen waarom dat veel oude mensen vallen 's nachts, als ze bijvoorbeeld moeten opstaan om te gaan plassen. Omdat die bloeddruk dan... Hè, ze moeten dringend plassen, maar eigenlijk de bloeddruk is te laag. En ze worden duizelig en ze vallen op dat ogenblik. Je hebt een feestje ook al wel eens gehad. Wel, maar duizeligheid na feestjes kan ook wel door alcoholgebruik verklaard worden lang geleden. Ja. Maar bijvoorbeeld ook onregelmatig hartritme kan duizeligheid veroorzaken. Stoornissen van ionen in je bloed kan duizeligheid veroorzaken. Nieren die niet goed werken kan duizeligheid veroorzaken. Tal van redenen eigenlijk. Verstopte bloedvaten in je hals kan duizeligheid veroorzaken. Amai. Dus je hebt zoveel zaken waar artsen moeten aan denken, die ze moeten uitsluiten, voordat ze inderdaad aan soms heel moeilijke diagnoses komen. Ook. Maar zo die problemen aan het evenwichtsorgaan zelf, is dat, komt dat vaak voor of is dat eerder zeldzaam? Wel, eigenlijk die BPPV komt er vrij veel voor. Serieus, ja? En typisch is natuurlijk, meer vrouwen dan mannen krijgen dit. Waarom typisch? Wel, ik kan alleen de incidentiecijfers vermelden. Misschien omdat vrouwen ouder worden ook dan mannen. Okay. Dus het is ook een ziekte die vaak bij oudere dames voorkomt. Soms wordt het ook verklaard. De complimenten vliegen hier in het rond eigenlijk, hè, Tanja? Nee, ik probeer het te relativeren, maar het is heel veel oudere mensen hebben er last van. Mm-hmm. En dus daar zijn meer dames dan mannen bij natuurlijk. Ja. Kan je met een oorstokje iets kwaad doen aan je evenwichtsorgaan? Je gaat eerst je trommelvlies moeten doorboren. En dan amer en naambeeld nog vernietigen voordat je daaraan je evenwichtsorgaan komt. Dus ik denk dat je dan toch al wel het oorstokje zal teruggetrokken hebben. Ja. Maar natuurlijk wel bij een trauma, een verkeersongeval, een trap tegen je hoofd, kan het wel gebeuren. En je kan het ook niet vergelijken met autoziekte of met zeeziekte?
Wel, als je nooit duizelig geweest bent, maar ik denk dat iedereen wel eens duizelig geweest is, je kan het ermee vergelijken in de zin dat bij autoziekte vaak mensen met autoziekte die zijn ziek omdat ze eigenlijk hun ogen binnen de auto houden. Bijvoorbeeld om een boek te lezen. En ondertussen beweegt hun hoofd, maar hun ogen zijn gefixeerd op het boek en daardoor krijgen ze tegengestelde informatie, kunnen ze duizelig worden en kunnen ze daarbij de misselijkheid vertonen die ook bij gewone duizeligheid. Maar Helga laat weten dat ze het heeft gehad bij het vliegen ook. Oei. Ja. Dat het een week heeft geduurd. Bij het vliegen, dus dat je duizelig wordt door het vliegen. Natuurlijk, bij vliegen heb je nog een andere component. Dat is dat de druk in het vliegtuig verschillend is van de druk in of achter je trommelvlies. Je hebt de buis van Eustachius. Als die open is, dan gaat die druk gecompenseerd worden. Als die gesloten is, dan kan je ook daar weer problemen gaan krijgen. Want dat duizeligheid, dat is gewoon hoe het beestje gemaakt is. Sommige mensen hebben last van autoziekte en anderen niet. Wel, ik denk dat sommige mensen als echt naar buiten zouden kijken. Want veel mensen hebben last van autoziekte als ze een boek lezen in de wagen. Maar als ze zelf aan het stuur zitten, dan hebben ze geen autoziekte. Dus het is vooral of die mensen zou ik aanraden om naar buiten te kijken. Kijk voor u. Kijk naar buiten. En dikwijls is dat al voldoende om niet autoziek te worden. Wanneer moeten we ons zorgen maken? Wel, duizeligheid op zich als alleenstaand probleem is zelden een teken van kwaadaardigheid. Want heel wat luisteraars zullen nu denken, ja, maar dat kan een hersentumor zijn ook. Inderdaad, er zijn hersentumoren die duizeligheid veroorzaken. Bekendste is de brughoektumor, die ook in die regio zit, die eigenlijk een goedaardige tumor is, die wel veel plaats kan innemen en druk uitoefenen op je hersenen. En op dat ogenblik moet die behandeld worden. Als er die mensen die dan zo'n brughoektumor hebben, die hebben dan ook gehoorsvermindering. Die zullen verlammingen al beginnen hebben in hun aangezicht. Dus als er geen andere tekenen zijn dan duizeligheid, dus geen verlammingen, geen oorsuizen, geen extreme hoofdpijn, dan moet je er niet ongerust in zijn. Maar het is vooral vervelend. Je kan niet doen waar dat je zin in hebt. En daar ligt het probleem natuurlijk. Maar geen paniek zaaien. Gewoon het boek Wankelen wil maar lezen van Tanja Stadbader. En veel vragen zullen opgelost zijn. Alle twee bedankt om langs te komen. De Madame. Met Anja Daams, Catherine van Doorne en Britt van Marsenille. Radio 2.